luisterlezingeling. Of moet ik zeggen, onze echte VIP's van de KJV. Dat is allemaal afkortingen, hè? VIP, very important person, KJV van de kinderbegeleiding. U gebruikt veel letters die ik niet ken. Tante Tanja, want misschien moeten we eerst onszelf voorstellen. Tante Tanja, oh ja, Annie de Panny. Ja, wij zijn TT en ADP. Wij zijn dus de leesbeesten. Maar Annie de Panny. Ja. De kinderen, die VIP, VLP'en, die zijn ook leesbeesten. Echte leesbeesten. Ik dacht dat het juryleden waren. Nee, het zijn echte leesbeesten en ze hebben heel veel boeken gelezen. En speciaal daarom gaan wij, op 11 mei naar Tongeren komen, naar de BIP, voor het grote slotfeest. En wij komen voorlezen. En wij komen daar natuurlijk. Hopla! Wij komen voorlezen uit twee boeken. Twee boeken zelfs. Uit Roefel Doefel. Oh, dat is een heel leuk verhaal. Een hele leuke jongen met allerlei geuren en kleuren. En de verschrikkelijke vrienden. Da-da-da-da! Dat is dan al voor de iets oudere, hè. Ja, daar gebeuren echt wel... Oh, ik durf het al! En het wordt ook een prachtig feest. Alle kinderen, hè, dus die meegelezen hebben het hele jaar lang, die worden daar verwacht om 14:00 in de BIP van Tongeren. En dan... Ja, dan worden ze verdeeld en dan kunnen ze... Dan gaat er een activiteit voor hen zijn en wij gaan voorlezen. Is er iets lekkers om te snoepen? Echt lekkere hapjes zijn en lekkere snoepjes zijn. Zeg maar, tante Tanja, daar krijg ik toch een beetje honger van. Het wordt echt een feest. Ik krijg daar nu al een beetje honger van. Ik zou zo al een klein stukje cake lusten. Ah, ja, misschien wel. We gaan het doen. We gaan er nu wel een feest van maken. Wij gaan er nu wel een feest. Maar wij gaan samen feesten. 11 mei in de BIP van Tongeren. Tante Tanja, Annie de Panny. We zien jullie daar. Toedeloe!